Ja. Hoe, ja, het boek gaat over Mien Ruijs. Mien Ruijs, in deze provincie zou ze toch nog heel bekend moeten zijn. Zeker weten. Rondom Bezemsvaart is ze zeer bekend. En als er mensen zijn die zeggen, Mien Ruijs, dan zeg ik, vraag aan je moeder of aan je grootmoeder. Die kent er in ieder geval. Tenminste, als ze iets met tuinen had, dan kent ze die naam zeker. Want Mien Ruijs heeft vroeger ooit in de jaren 50 de tuinbijbel geschreven. Ja, inderdaad. Na de wederopbouw, na de oorlog, heeft zij eigenlijk onze tuinen ongelooflijk veranderd. Ja. Ze had een prachtige bijnaam. Ze werd ook de Grand Old Lady van de Nederlandse tuincultuur genoemd. In één adem met mensen als Rietveld en Mondriaan. Zeker. Maar ze had één echt een hele mooie bijnaam. Hè? Ja, er waren er meerdere. Maar Bielse Mien is wel het meest beklijfd. Bielse Mien? Bielse Mien. Zij heeft toch? De Biels in Nederland geïntroduceerd als bouwelement in de tuin. En het kwam heel eenvoudig. Net zoals trouwens de gewassen grindtegel, maar dat is al de gewassen grindtegel. Dat klinkt niet zo goed. Dus dat is niet gaan. Maar zij heeft dus een aantal materialen geïntroduceerd in de tuinarchitectuur, puur en alleen omdat andere materialen gereserveerd waren voor de woningbouw. Er moesten woningen gebouwd worden. Ja. En vervolgens moesten die ingericht worden en corrigeerde het tijdschrift Goed Wonen. En wat Mien Ruijs heeft gedaan is eigenlijk iets dergelijks gedaan, maar dan voor goede tuinen. Alleen werd dat anders. Ze schreef het vaste plantenboek en haar man zei van je moet ook een blad in eerste instantie gewoon als reclame voor het bedrijf, maar dat is zijn eigen leven gaan leiden. Maar waarom was zij nou zo ongelooflijk populair dan? Waarom waren haar... Nou, ze was heel duidelijk, ze kon goed schrijven van jongs af aan. Ik geloof de eerste artikel al in 1929 in Onze Buiten werd gepubliceerd. En ze schreef altijd heel duidelijk over aan de ene kant van wat kun je doen met planten, wat kun je doen in tuinen en wat niet. En daarnaast, en dat maakt het interessant, dat daarin onderscheiden ze zich ook van andere mensen, wist ze ook het gevoel over te brengen wat tuinen aantrekkelijk maakt. Gevoel voor de seizoenen, gevoel voor de schoonheid van de natuur. Want de echte groene vingers. Het ging haar niet alleen om tuinen. Natuur vond ze net zo belangrijk. Okay. Heeft u een beetje groene vingers? Nee. Nee? Nee. Heeft u een tuin? Ik heb in Amsterdam een dubbele benedenwoning gehad met een hele grote tuin. Zo, dat vond ik fantastisch. Dat is uniek voor Amsterdam. Ik heb alleen tegen mijn vrouw gezegd, ja, je moet niet op mij rekenen. En op een gegeven moment kwam mijn vrouw en die zei, we gaan verhuizen, want de tuin moet ook niet op mij rekenen. Dus het wordt helemaal niks met die tuin. Nu hebben we een heel mooi appartement zonder tuin. Ja. Hoe hadden onze tuinen eruit gezien als Mien Ruijs er niet was? Want ja, na de oorlog waren dat Afrikaantjes, geraniums? Dan hadden er allerlei planten in gestaan die bij ieder tuincentrum om de hoek kon kopen. Maar het waren geen mooie tuinen geworden. Want zij heeft ook nog gezegd van ja, broer, je kunt wel een Afrikaantje naast een, nou, noem maar een dahlia zetten. Maar daar wordt het geen mooie tuin van. Je moet zorgen dat die ruimte een beetje ingedeeld is. Je moet zorgen dat je structuur krijgt, dat je lichte en donkere partijen hebt, dat je hoog en laag hebt. En zo nog een aantal dingen. Ze dat heeft bekend om de lijnen erin. En daarom wordt ze toch ook met Mondriaan en alles vergeleken. Zeker. Want ze heeft op bepaalde momenten en op bepaalde plaatsen heeft ze hele mooie tuinen gemaakt. Niet particulier, maar bij ziekenhuizen, bij bijvoorbeeld Beverij de Ploeg in Bergijk. Mm-hmm. Van een gebouw van Rietveld. Ja. Ze is voordat het gebouw daar überhaupt werd geplaatst, is ze met Rietveld zelf gaan kijken in het terrein. En Rietveld schijnt tegen haar gezegd te hebben van, nou, ik had gedacht, ik moet hier het gebouw. En toen heeft Mien Ruijs gezegd van, die plaats is wel goed, maar kun je dat gebouw niet beter spiegelen? Want dan kijk je mooier daar zo over zoals die holling. Ze was eigenlijk meer een kunstenaar, een landschapsarchitect. Ja. Dan dat het iemand was die alleen maar groene vingers had. Vroeger heette dat ook tuinkunst. Oh, echt? Vroeger heette dat tuinkunst. Gegaan? Nou, voor de oorlog heette het tuinkunst. Okay. En nu zijn er ook wel weer mensen die ervoor zouden zijn om die term weer te introduceren. Want je hebt natuurlijk... Ik denk het wel. Hoe ziet uw tuin eruit? Eigenlijk is haar boodschap dan ook dat lang niet iedereen een tuin moet nemen. Want je moet er gewoon wel gewoon liefde voor hebben. Wilt u dit graag horen nu? Jawel. Nee, dat op zich, als je denkt dat je gelukkiger bent op een appartement, dan moet je geen tuin nemen. Nee. Dat ben ik zonde van die tuinen waar al die mensen die wel een tuin willen hebben. Dat zeg ik altijd. Maar hoe ziet u tuin eruit dan?
Mijn tuin, ik heb een experimenteertuin. Daar heb ik liever niet dat er mensen komen, want ik probeer planten uit en ik probeer combinaties uit. En dat leidt niet noodzakelijkerwijs tot een aangename aanblik. Gebeurt dat wel, dan ben ik daar heel blij mee. En als er iemand komt die zegt, zo, dat staat mooi, dan vind ik dat natuurlijk niet erg. Maar dat zou Mien Ruijs vinden van het moet zagen. Oh ja. Ja, ik denk dat ze daar met enig afgrijzen naar zou kijken. Maar als ik zou uitleggen wat ik daarmee bedoel, dan denk ik dat ze er wel vrede mee zou hebben. Mooi. U heeft besloten om een hele biografie aan haar te wijden. Ja. Waarvan eigenlijk, behalve de liefde voor tuinen, de liefde voor Mien? Mien is, ze heeft die boeken geschreven en die ken ik ook. Ik heb de tuinen al jaren geleden voor het eerst gezien. En ja, als je dat ziet, dan zie je dat daar iets van kwaliteit is. Tuinkunst is natuurlijk een visuele kunst. Je moet het zien. En als je een beetje gevoelig bent voor vormgeving, dan zie je dat daar goed vormgegeven is. En bovendien, haar specialiteit waren vaste planten. Daarom staan ze ook op de voorplaat hier zo. Ja, dat is zo'n vaste plantenboor. Ik ben echt een tuinleek, maar wat zijn vaste planten? Vaste planten zijn planten die je één keer plant en die dan volgend jaar weer terugkomen. Oh, kijk, dat is heel handig. Vandaar het woord vast. Mooi. Ja. Ja. En er zijn andere planten die... Ja, er zijn ook wel planten die als vast worden verkocht, maar die volgend jaar helemaal niet terugkomen. Ja, maar dat ligt dan aan de tuinhandel. Het kan ook aan de tuinier liggen, maar het kan ook aan de tuinhandel liggen. Ja. Sommige dingen zijn heel mooi, maar moet je echt beschouwen als iets wat je één seizoen hebt en volgend jaar kun je het anders. Ja. Heeft ook voordelen. Hartstikke mooi boek. Daarnaast het boek komt er ook nog een tentoonstelling. Mm-hmm. Eerst in Haarlem, waar u woont. Later ook nog in Dedemsvaart, waar ik heb gehoord 2,5 hectare is met 25 tuinen. Ja. Allemaal in de stijl van deze als je grand. Ja, hangt eraf van 25, 30. En het leuke is dat er is ook wel erkenning voor haar kunde, want een aantal van die tuinen zijn ook rijksmonumenten. Het waren de eerste groene rijksmonumenten in Nederland. Ja, heel dus bijzonder. Dat is een erkenning van de kwaliteit. En die tuinen zijn nog steeds... vroeger waren het de enige tuinen in Nederland waar buitenlandse fotografen naartoe gingen. Moet je nagaan. Want dat is kwaliteit. Iedereen kan het boek kopen, maar als ze naar die tentoonstelling willen, waar moeten ze dan naartoe? De tentoonstelling gaat 1 oktober in Haarlem. Ja. Daar komt vast nog heel veel publiciteit over. Daarna, het volgend jaar bij de opening van het tuinseizoen 1 april in Dedemsvaart. En daarna waarschijnlijk ook nog op andere plaatsen door het land heen. We houden het in de gaten. Bedankt voor het bijzondere verhaal over Mien.